Hallo kijkers van Jorrit Moordert Games, leuk te kijken naar deze nieuwe aflevering van Live Battlefield 4. Ik word weer in vloedzang getiefd, heb ik geen zin in, dus ik ga even eerst gelijk stellen. Links, rechts, links, links, rechts, links. Fuck, wat ben ik voor eetjoch? Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, 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 links, rechts. Ik deed het gewoon verkeerd om. Ik haat vloedzone, dus ik ga even quitten. Takkenmap is het. Moet ik dan de hele tijd op wachten om in vloedzone actief te worden? Dat vind ik leuk. Maar het is nog erger op... Ik werd er niet ingetiefd trouwens. Maar het is nog erger op Battlefield of op Ghost. Dan word je in elke match... In 9 van de 10 matches word je in een die bezig zijn de match getiefd. En dan zijn de spawn traps al gemaakt en al dat soort shit. En er is geen reet aan. Maar ik doe lekker Battlefield, want dat vind ik leuker. Wat? Meen je dat nou? Meen je dat nou? Hier word ik boos van. Is echt zo moe van het worden. Laat mijn wapen zien. Waarom zie ik geen wapen? Waarom zie ik geen arm? Dat is wel slecht. Dan moeten we... Ik switch toch. Kan ik nou hier doorheen lopen terwijl hier een hek? Nee. Jongen. Host. Je internet is slecht. Oké, ik ga wel lekker nou, maar holy fuck. Even scopen. Ha, ik heb hem, nu al. Ik ga hem proberen te reviven. Pak je... Godverdomme, ben je dan ook? Ik druk daarop en er gebeurt er geen reet. Ik druk toch op dat ding. Ga dan niet eerst naar je wapen switchen, dat kan in één keer. Sterf man. Fucking hell. Dit is ook de tweede keer. Dat ging die kut laptop, die ging opeens... Updates doen. Ik wil trouwens een betere stability. Kan ik dit niet? Zo. Ja, ik geef deze niet meer, hè. Maar ik wil wel een suppressor. Eigenlijk. Shinny's silencer that increases stealth by hiding your missile report precision on the mini-map. Oh, dit doet gewoon precies hetzelfde, alleen dit is een Chinese silencer en dit is een normale. Een westerse. Hoe zorg ik voor meer stability? Kan het niet anders? Laat ik deze doen. Nou, hij heeft al een hele hoge accuracy, dit wapen. Paint kan ik weet niet hoe je aan paint moet komen, maar ja. Ik ga weer spelen. Het begon leuk totdat die kut laptop opeens zelf ging die een update moest downloaden en dat hij de laptop afsloot. Ja, want toen was het filmpje wat ik had gemaakt geluid, snap je? Nee, waarschijnlijk niet. Tot zover het filmpje ik had gemaakt was hij wel gesaved, maar het geluid niet. Waar was hij?
Ook daar. Ja joh. Dat vind ik zo kut aan deze map. Deze map is zo slecht, man. Hij is, ja, hij is wel mooi. Hij is wel vet en shit, maar... Jongens. Er is veel te veel gecamp in deze map. Oh joh, waarom niet? Waarom niet? Oh, er stond iemand met een light machine gun. Respect voor zijn light machine gun skills. Potje alweer bijna afgelopen en we gaan binnen, zie ik. Hoe sta ik? Ik sta 5-3. Waar zitten ze? En nou gaat hij met zijn niet silenced weapon lopen kutten. Hij is dood. Daar zit iemand. Ja, ik sta hier wel heel leuk te doen wat ik kan doen, maar... Nou, niet te doen wat ik kan doen, dat bedoel ik niet. Ik bedoel te kutten, maar ik kan ook gewoon gaan lopen. Holy fuck. Waarom sterft hij niet? Ik schoot voor zover ik weet raak. Oh, kut. Oh, dankjewel. Zwaar bedankt, vriend. Our team won. Ik blijf wel even, want mijn squad is nu wel chill. Dus dat is mooi. En zij zijn niet zo goed. Alweer bijna level 10 hier. Laatste met 7-3. Ja, ik was heel lang aan het kutten met mijn klas. Nou ja. Hopelijk even een leuke map of zo. Zoals die map van de... Hoe heet dat? Die eerste map, die was wel leuk. Bij de demo. Wat is dit nou weer? Nieuw is knopje. Nee. Zo. Zal mij hebben nieuwe welke map. Welke map zal ik nou in gepleurd worden? Dawnbreaker, dit vind ik een van de leukste mappen. Vind ik dan, hè? Mijn mening, ja. We hadden vandaag ook muziek. En dat, ja, het is gewoon muziek. We hebben echt een gedikt wijf voor als docent. Ik zal geen namen gaan noemen, want dat, kan ik misschien problemen mee krijgen, of weet ik veel. Noem ik maar geen namen. Ik ga een beetje long range lopen kutten. Daar heb ik geen zin in. Ik ga wel lekker. Ik vind deze map echt geweldig gewoon. Ik ga een beetje rondlopen. Maar ik vind het wel kut dat je niet perks hebt als ready up en stalken en zo.
Waarom ging je niet dood, Flikker? Je hebt hield nul, rot op. Oh, hij is dood. Ik krijg een assist. Ik wil op hem spannen. Sprint weg, sprint weg. Kan ik het? Nee, ik kan het niet meer reviven. Takkenzooi. Waar sta ik? Verkeerde knop. 5-1. Ik sta bovenaan, yes. Leuk! Chill. Ik heb hem spannen. En... wat? Spam dead. Spas. Rot op met je spas. Kan je ook op niemand spannen? Hem. Ik ben gepromoot, mooi. Het is wel chill dat ik even weer een leveltje omhoog ben. Kom op. Dit is toch squad deathmatch, ja. Holy fuck, holy fuck, holy fuck, holy fuck. Ik vind Silence echt zo chill, ik zweer het je. Oké. Ik had niet met mijn scope moeten gaan rennen. Als het goed is, ga je dan ook slomer richten. Ik denk dat ik mijn andere ding weer neem, want die vind ik chiller. Deze. Hier is wel een lachend dingetje, maar ik denk dat ik liever deze heb. En wat is dit dan, Jorrit? Nou kijk, zo aim je sneller dan zo. Volgens mij, voor zover ik weet is dat het. Ja, weer die gozer met zijn spas. Ja. Daar kan ik niet zoveel mee. Ja. Als mensen zo gaan kutten, ja, dan weet ik niet wat ik ermee moet doen. Kaat, ik heb nogal een hekel aan shotguns. Ik denk dat ik wel die scope weer neem. En ik ga ook niet meer zo random spawnen. Want ik ga fucking vaak dood zo. Jezus man, weer een spawn dead. Waarom spawn ik niet gewoon godverdomme eens een keer normaal? Waar gaat dit nou over, man? Dat is toch niet leuk? Kijk dan, daar staan ze al op me te wachten. Waarom ging hij niet... waarom werd hij niet gerevived? Takkenzooi, man. Dan probeer ik iemand te reviven en dan offer ik... want ik zag hem wel en dan offer ik mezelf erop. En dan gaat hij niet eens levend worden. Wat is dit voor gaar takkenspel? Ja, het is alsnog veel beter. Is, kijk. Span dat. Meen je dat? Nog een keer. Was het nou nodig? Was het nou echt nodig? Oh, hier word je zo moe van, hè. Als ik nou nog een keer, nog een spawn dead, dan word ik echt zo boos. Dan ga ik nu stoppen en dan ben ik er klaar mee. Ze staan ook de hele tijd hier.
Waar zijn ze? Where they are? Yes, gewonnen. Alleen dat spandet, jezus, dat was wel heel erg. Ik kan, want als je nou eenmaal op iemand hebt gespand, dan kan je niet meer ergens anders spannen. Dat is heel kut. Je kan niet gewoon zeggen, ja, nou span ik even gewoon weer normaal op de normale span. Dan blijf je ook bij diegene of bij iemand anders dan wel, maar ja. Gold pedal pack. Dat is al best wel veel. M16A4. Ik zag dat hij heel overpowered was, hoe ik ermee gekilled werd. Dus ik ga het wel even proberen. 11-9. Nou ja, het is wat. Ik stond 5-1, dus... Die spandets. Waarom kan ik nu geen klas veranderen? Ik vind dat kut dat je nu geen klas... Want nu zit je naar het dokterwachter. Dan kan je wel even je klas aanpassen. Kan het wel. Rescue Transmission. Ik denk dat het wel een leuke map is. Ik ken die mappen die in mijn hoofd, joh. Oh jawel, deze ken ik. Ja, deze is wel leuk. Is wel een leuke map. Wow, is dat deze? Is dit nou wel degene waarvan ik dacht dat het mis of niet? Nee. Dat is een hele andere. Tatering ook gebouwen hier, oh. En de... Het is nog lelijk. Dit is fucking lelijk. Laat sneller. Ik vind dat laat altijd zo lang duren. Ik ga hem proberen te killen. Sorry hoor. Ik wilde alleen maar iemand proberen te killen. Mag niet eens meer. Tegenwoordig. Potverdikke me. Wat? Ah, waar is mijn team dan ook? Takken zooi. Ik ga dan een wapen proberen. Kijken of het een beetje lukt. Ik heb ook een tijdje de Famos gebruikt. Maar dat vind ik zo'n takkenwapen. Even kijken of ik een keer een ander wapen kan. Ik heb hier al een AUG. Maar die heeft zo'n laag stability. Ik weet niet of die wel... Kijk, die heeft nog een lagere stability. Daar ben ik daarmee gestopt. Ja, zal ik gewoon een AUG nemen? Eukje. Hier heb ik nog helemaal niks. Ga ik gewoon met een AUG spelen. Zo'n prima ding in principe deze. Bij sommige wapens is de Iron Sight echt niet te hachelen, maar bij deze valt best mee. Oh, dat is een chill wapen zeg. Jesus. Hoezo? Godverdomme, dat heb ik altijd, hè? Dat is toch niet leuk meer? 9 van de 10 keer als ik... Iemand revive, dan ga ik wel weer... Ja, dan ik ga gewoon niet meer revive. Ik kies de hele klas niet meer. Ik kan het toch niet. Ik ben toch slecht in. Oh, kijk, iemand invite me voor Battlefield. Wacht even, AFK.
Ik join hem wel even. Come on, opschieten. Deelnemen. En mijn microfoon even unmuten. Natuurlijk. Ik hou van lange opnames, jongens. Het spijt me. Oh, dat gaat natuurlijk super lang duren. Ja, joh. Waarom niet? Wat? Wat was dat? Ik doe wel join session. Wat is dat? You have been placed in an your current position is. Wat is dat voor gelul? GameCube, wat is dat? Wat is dat voor gelul? Kan ik hem niet inviten? Ik kan alleen joinen. Nou, ik kan hem niet inviten, dan dat is kut. Dat is heel kut. Lansing Dam. Dat is in principe een leuke map. Kijk of ik hem nu kan inviten. Hij heeft al Parasol Storm. Dat is een hele chille map. Maar Lansing Dam is ook wel leuk. Ja. Prima. Oh, kijk of ik nu wel kan joinen. Hij fight me nog een keer. Deelnemen. Kan het. Nee. Volgens mij kan het weer niet. En we gaan hier weer janken. Dan ben ik net een potje gejoined. En dan zegt hij QQ. Kan hij dat niet meteen zeggen? Gewoon dat QOO of zo. Weet ik veel wat er staat. We dachten worden door Battlefield, denk ik. QOO. Kijk hier, dat ken ik helemaal niet. Dat hele QOO woord. Is dat voor onzin, man? Laat mij zelf beslissen of ik een potje join of niet. Dat hoef jij niet voor me te gaan beslissen. Dat is fucking irritant. Ik fight hem wel gewoon. Zo, ik invite hem wel gewoon. Stuur die fucking invite gewoon, takkenspel. Kom op man, doe niet moeilijk. Oh. Double kill, bitch. Ik had niet veel kunnen doen. Oh, godverdomme. Ga er nou van mijn kills af. Ga dat nou van mijn kills af? Nee, gelukkig niet. Anders zou het wel heel nice zijn. Zo, joh. Even 3 kogels dood. Waarom niet? Ik geloof echt niet dat ik al die keren gehackshot word als ik zo snel dood ben. Sommigen denk ik echt van dat ze hacken, maar ja. Daar loopt iemand.
Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Ik ga zo lopen. Jouw potje zit vol, oké. Ja, jou kan ik ook niet joinen, vriend. Rot op, man. Het glitcher. Kijk, dan ligt hij daar. Flikker. Ik moet echt zo snel mogelijk op de oude silencer krijgen, want het is echt een niet helemaal fijn wapen. Waar zat hij nou? Oh, godverdomme, op het dak. De kutte. Yes, man. Ik ben er moe van. Is hij nog steeds vol? Ja. Gaat ook niemand lief, volgens mij. Lief bijna nooit iemand op Battlefield. Dat was gemeen. Wat? Zijn die dikke jongens? Nou, die hoort bij mij. Gaat er iemand zitten kutten hoor? Godverdomme, daar word je toch scheidziek van, man. Dat is toch fucking irritant gewoon. Gaat weer iemand op het dak zitten, joh. Ah, rot op, man. Ga normaal spelen. Leer die game gewoon spelen. Ga niet zitten kutten. Is er weer iemand op het dak te kutten? Sowieso wel. Ja, ik ga het niet weer proberen. Chill, ik heb zo'n ding. Ik ga even customizen. Zo, dan heb ik nu zo'n één ding erop. Zo'n richtertje. Scoopje. Oké, jongens, we moeten wel gaan winnen. Nou, dat gaat toch niet meer lukken trouwens. Maar ja, godverdomme. M-tar kan helemaal niet zo ver schieten, rot op. Nu kan ik gewoon lekker kutten.
Where they are. Takken jochies, waarom sta je zo langzaam op in het spel? Kom op, ik hoef dit niet te zien man, rot op. Ik hoef dit niet te eindelijk. Fama is echt een takkenwapen, dat kan ik je sowieso vertellen. Het is misschien een beetje leuk spelen op... Black Ops of zo, maar hier is het echt een takkenwapen. Hoe laat is het? Ik moet stoppen. Ik moet weg zo. Hier 0417, rot op man. Altijd beter dan campers, kan je maar denken. Even kijken of ik even kan joinen, want dan speel ik nog een potje. Dan duurt het lekker nog langer, want dit duurt al 32 minuten 20. Duurt het nog langer. Leuk, weer. Slecht, dat is wel slecht. Maar ja. Vonden jullie deze video leuk? Doe een groen duimpje, abonneer op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie nooit meer campers gaan zien. Behalve dan nog een keer. Roto Golden Camo. Misschien staat hij al online als je dit ziet, wie weet. Maar dan kijk ik even of ik dat nog ga uploaden. Want ik weet het niet zo zeker of ik nog maar door wil gaan met Roto Golden Camo. Want het is zo fucking kut game, hè Ghost. Het is echt niet normaal. Het is echt slecht gewoon. Maar ja, druk op het groene duimpje, abonneer op mijn kanaal en ik hoop de volgende keer weer kijken. Doei.